Goeiedag. Ja, we gaan eens kijken naar de nieuwe tiendaagse verwachting. De pluimen gaan we eens goed bestuderen. Het ziet ernaar uit dat we echt wel met een weersverandering te maken gaan krijgen volgende week. En ja, mensen die van zomers weer houden, die komen eindelijk aan hun trekken. Zo ziet het er wel naar uit. Gisteren hadden we natuurlijk heel veel regen in het zuidoostelijk deel van het land. En deze ochtend konden we mooi het water zien verdampen vanuit de bossen. Dan krijg je van die mooie rookslierten zoals hier. Verder natuurlijk een prima dag vandaag met zonnige perioden, stapelwolkjes en overal droog. Ik heb geen meldingen van neerslag gehad in ieder geval. En ja, dat droge weer, dat is misschien wel een voorbode voor het weer van volgende week. Maar voor het zover is, hebben we nog wel even te maken met donderdag en vrijdag. En zoals het er nu naar uitziet, blijven die niet helemaal droog. Laten we de weerkaarten er maar eens even bij pakken van het Europees model. En die kaarten beginnen op donderdagochtend. En dan zien we toch nog steeds die uitlopen van het hoge drukgebied boven Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland. Dat hoge drukgebied zorgde vandaag voor dat mooie weer. En ook morgen is dat nog wel het geval. Maar wat we ook direct zien, dat zijn buien boven het noorden van Frankrijk en België. En die komen geleidelijk aan naar het noorden toe. Daar krijgen we dus mee te maken. Verder ontwikkelt zich boven Frankrijk ook nog wel een wat actievere storing die vrijdag ook voor buien gaat zorgen. Hier zien we die buien vanuit het zuiden opkomen. En vrijdag overdag hebben we dan ook te maken met die buien. Zaterdag kan er dan ook nog wel een enkele bui vallen, maar die zijn niet vergelijkbaar met de buien op vrijdag. En vanaf zondag gaat hoge druk domineren. We kunnen dat laten zien in de animatie, het hoge drukgebied bij de Azoren. Dat komt langzaam maar zeker onze kant op, een uitloper daarvan in ieder geval. En dat leidt uiteindelijk tot een krachtig hoge drukgebied, zo mogen we dat echt wel zeggen, boven de Noordzee. En dat betekent dat we een overwegend oostelijke stroming gaan krijgen. En dan voelt u dat al een beetje aankomen. Met een oostelijke stroming in deze tijd van het jaar, dan hebben we het toch vaak over warme lucht, over droge lucht. En dat betekent dat die temperatuur goed omhoog kan gaan en dat er flinke zonnige perioden worden verwacht. Ik zet de animatie nog even verder aan. Dat hoge drukgebied kruipt nog wat verder naar het noorden, maar die ooststroming blijft er nog wel eventjes in. Wel is het zo dat er langzaam maar zeker wat meer onstabiliteit boven het zuidelijk deel van Europa gaat ontstaan, met name in het Alpengebied. En dat zou misschien later in de week toch wel weer voor een enkele bui ook in onze omgeving kunnen gaan zorgen. Maar goed, dat is dan meestal wel aan het eind van de dag als de temperatuur al hoog is opgelopen, want die temperatuur gaat echt flink omhoog. Nou, voordat we verder naar volgende week gaan kijken, gaan we eerst eventjes naar vanavond kijken. Een prima avond met zonnige periode, temperatuur 15, 16 graden en een matige wind uit het noorden. En dan morgen, gaf ik al aan, ja, dan krijgen we toch wel weer met een paar buien te maken vanuit het zuiden. Dus pas later op de dag, denk ik, dat ze Nederland aandoen. En dan is dat vooral in de oostelijke helft. Vrijdag meer buien die al in de nacht kunnen gaan vallen. Maar ook overdag moeten we rekening houden dat er hier en daar nog wel een stevige bui kan vallen. En met stevig bedoel ik dan ook echt, dat kan echt wel ook onweer in zitten. Maar vanaf zaterdag wordt het dan langzaam maar zeker allemaal wat rustiger. In de weerkaarten kunnen we dat ook even bekijken. Vrijdag dus die buienactiviteit, 19 tot 22 graden. Zaterdag, ja, dat ziet er bijna hetzelfde uit, maar dan praten we over een enkele bui. En dat is dan vooral nog, denk ik, in het zuiden. In het noorden valt het allemaal wel mee, 20, 21 graden. En zondag, dat wordt dan een droge dag met 21 tot 23 graden. Goed, tijd voor de pluimen. Laten we beginnen met een temperatuurpluim voor midden van het land. En dan zien we heel duidelijk dat die temperatuur toch langzaam maar zeker gaat oplopen. En dat we uiteindelijk bij die 25 graden gaan uitkomen. Zo'n beetje maandag, dinsdag is dat het geval. Dat blijft dan ook wel eventjes zo. Later in de pluim zien we een lichte daling. Er zit veel onzekerheid aan het einde van die pluim. Ja, misschien toch weer wat meer onstabiliteit als dat hoge drukgebied te ver wegtrekt. In ieder geval, die warmte, ja, die kunnen we heel goed koppelen aan de windrichting. We zien hier vanaf maandag een aantal dagen waar het blauw en het paars goed overheerst. Dat betekent warme lucht vanuit oostelijke richtingen. En dat betekent over het algemeen ook flink wat zonneschijn. Wat we ook heel duidelijk zien is aan het eind van volgende week dat die kleuren alle kanten op kunnen gaan. Met andere woorden, dan zien we weer die onzekerheid terugkomen. Dat kunnen we ook wel nog zien in de temperatuurpluim als we die in detail bekijken. Dan zien we, ja, al die oplossingen die zo'n pluim heeft. En dan zien we veel spreiding hier aan het eind van de periode eigenlijk wel ontstaan. Dan kan het alle kanten op. Maar tot die tijd liggen al die oplossingen op elkaar. En dan mag je toch vrij zeker zijn van de verwachting. En dat zijn we dus ook. We denken ook echt wel dat die zomerse temperaturen gaan komen begin volgende week.
En dat niet alleen, daarbij ook flink wat zonneschijn. We zien heel veel geel, dat betekent dat er zon volop aanwezig is, dat we veel zonuren hebben en dat we echt dat zomerse gevoel gaan krijgen. Tot slot dan nog even de neerslag erbij. Nou, dan zien we die buien voor donderdag en vrijdag terug. Dan die periode met overwegend droog weer en later, als dan die onzekerheid toeneemt, dan neemt ook de kans op buien weer toe. Nog een fijne dag.